En check. We gaan vandaag lesgeven op een basisschool. Ik sta hier met Cyril en met Rick. Even een goede lesgeven voor deze kids. We gaan het hebben over de gezonde voeding. Dan heb ik deze twee jongens mee, want die weten natuurlijk alles over. En onze experten. We gaan naar binnen toe. Wie zijn allemaal voor FC Utrecht? Hey! Dat ik met de spelers, met Cyril en met Rick, met jullie een quiz ga maken. En dat we eigenlijk elkaar een beetje gaan helpen om de vragen te beantwoorden. En een beetje zin in de quiz? Ja! Dat was iets enthousiaster. Heel goed. Ik knip er zo in je vinger. Wow. De kids hebben net te horen gekregen wat ze precies moeten doen. Ze krijgen les over gezonde voeding. En Cyril en Rick gaan ze daarbij helpen. Eerst een teamnaam verzinnen was dat natuurlijk belangrijk. Zonder goede teamnaam kan je natuurlijk niet winnen, dat is logisch. Gaan we winnen? Ja, we gaan winnen toch? We gaan winnen. Ja, oké. Okay, ja. Nou, wat denken jullie? Schijf van vijf? Schijf van 5. Kijk, gewoon helemaal goed. Lekker, je had hem goed. Gewoon bewegen tijdens de les, hè? Hier, zit gewoon te sporten. Kijk hoe goed, joh. Ik heb er nog één. Nee, ik heb eigenlijk geen één. Sorry. Pauze is erbij. We kunnen weer zitten. Kijk, mooi pen, joh. Gewoon weer goed. Je hebt alles goed. En ja, dan hebben we nog iets speciaals voor jou. En je mag komende zondag mag je samen met de spelers het veld op. Even applausje. Dat is wel heel leuk. Volgens mij mogen we dan nu met z'n allen naar buiten, toch? Nee, nog niet. Mijn fout. Oké, daar gaat ie. Cyril. Van de bal. Waar mik je op? Waar moet hij hem schieten? 200! 200! Oh! Wat moet je zien? Ze zijn nog gewoon allemaal buiten aan het spelen de hele dag. Beetje ballen trappen hier zo. Heerlijk, wat een leven, hè? Wat een leven. Oké, 3, 2, 1, juichen! Rick is populair. Wie wil er allemaal een handtekening? Succes, wij gaan er vandoor. Yo yo.